Nou, welkom allemaal, studenten. En mijn naam is Kobus Bijker. Dat wisten jullie misschien nog wel van de vorige sessie. En anders misschien wel van andere lessen. Nou, ik ben jullie docent voor het thema. Je mag ook zeggen het vak security. En infrastructuur. Je kunt ook andersom zeggen. Infrastructuur en security. Nou, je ziet hier de titel. Het is de tweede, nou zeg maar, lecture. Een lecture vind ik een beetje een raar woord. Ik zou liever zeggen de tweede sessie. We hebben het natuurlijk over operating systems in de meest brede zin van het woord. En hier staat achter de last stronghold. Dus dat wil eigenlijk zeggen, als alle andere beveiligingen op het gebied van het netwerk, infrastructuur wegvallen. En ze kunnen toch, de hackers, rechtstreeks bij ons smartphone komen of bij ons laptop. Dan is dit de laatste onderdeel wat zich nog kan verdedigen voordat de hackers bij de kroonjuwelen op jouw harde schijf kunnen komen. Nou, dat wil voorkomen. Het gaat trouwens niet alleen maar om de kroonjuwelen wat betreft misschien data die erop staat. Maar misschien ook gewoon over jou persoonlijk. Hè? Hoe ben je aan het internet? Wat zijn je wachtwoorden? Nou, noem het allemaal maar op. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet moet willen. Nou. En we gaan niet alleen hebben over security, maar ook over hoe kun je nou beter met je resources omgaan. He, resources, dat is je microprocessor, je rekenkracht van je, zeg maar je smartphone of je laptop. Het RAM-geheugen, dat is je werkgeheugen dus eigenlijk. Maar ook natuurlijk het geheugen wat je misschien eventueel weer gebruikt voor dingen op te slaan, zoals je foto's of noem maar op, je data. Daar gaan we het dus allemaal over hebben vandaag. Nou, misschien nu nog even over de context. Ja, waarbinnen valt dit thema nou? En waar we het nu over hebben, operating systems. Nou, we hebben het vorige keer over de geschiedenis van de ICT in de breedste zin gehad. En meer specifiek over het ontstaan van de Silicon Valley. Ja, als het goed is, hebben jullie daar nu wel een beeld van. Hoe eigenlijk langzaam die grote techreuzen daar zich hebben gevestigd. Dat er ook mensen achter zaten die met hart en ziel zo'n bedrijfje gingen oprichten. En waartoe dat allemaal geleid heeft, waar we nu allemaal mee te maken hebben in de ICT. En vooral, ik richt me dan ietsje specifieker op de infrastructuur en security. Dus niet alle programmeertalen. Nou ja, goed, de ICT is natuurlijk breder dan dat. Maar goed, operating systems, waarom heb ik daar nou voor als tweede gekozen? Dat heeft te maken dat alles wat we willen testen in een netwerk, in de infrastructuur, dan heb je te maken met een operating system waar je mee om moet gaan. Maar ook als we later gaan praten over security, we hadden het over de last stronghold, dan krijgen we natuurlijk ook weer hiermee te maken. Dus vandaar dat je wel iets, of in ieder geval een basisbegrip moet hebben van besturingstechniek, besturingssystemen kan ik beter zeggen. Als je ook kiest later in het tweede jaar voor NSE, ja, dan zul je daar natuurlijk ook mee te maken krijgen. Dan moet u toch ook wat meer weten van besturingssystemen dan een gemiddelde ICT'er. Wil je wat kunnen beveiligen? Goed. Volgende keer gaan we dus weer verder met eigenlijk van wat is nou eigenlijk een netwerk. Gaan we helemaal vanaf het begin beginnen met een kabeltje, wifi. Bepaalde modellen die zijn gebruikt. Het OSI-model is al een beetje aan orde gekomen bij de vorige sessie. Dus ook over hoe communiceren apparaten nu met elkaar. En daar moet je toch over heel veel aspecten gaan praten. Vandaar dat er ook een vierde, vijfde en een zesde sessie is. Om in beeld te krijgen hoe een netwerk nou eigenlijk werkt. Hoe komen de bitjes uiteindelijk van A naar B als je aan het internet bent. Daar gaan we volgende keer over hebben. Maar nu eerst dus operating systems. Nou, toch eventjes over mijn verleden. Toen ik jullie leeftijd was, ja, zal niet misschien voor iedereen gelden die hier naar kijkt, maar hopelijk wel. Toen kocht ik mijn eerste computer en dan kreeg ik daar MS-DOS bij, Windows 95. 98 kwam nog later, dat was alweer bij mijn tweede computer. Ik kocht ook graag een kloon, daar kon ik dan zelf de hardware mee wisselen. Dus ik kon daar bijvoorbeeld meer RAM-geheugen in zetten, ik kon er andere videokaarten in zetten. Er waren zelfs van die tijdsgenoten van mij, die kochten helemaal een lege kast en die gingen zelfs de hele voeding en moederbord erin zetten. Nou, dat was mij te veel werk.
Ik wou toch ook zo snel mogelijk ook wel eens even wat leuks mee kunnen doen. En dat zat dan wat mij betreft niet alleen in de hardware. Ik wou natuurlijk ook een besturingssysteem opbouwen. Dus dan ging ik vaak dat laagje voor laagje doen. Ik begon met MS-DOS. Zeg maar command line interface programmeren. Nou, dan kon je de eerste commando's al gebruiken. Vervolgens installeerde ik daaroverheen Windows 95. Want ik dacht van nou, er zit vast iets in wat ze bij 98 zijn vergeten. Zo dacht ik toen die tijd. Dus ik deed 98, daarna de pas weer overheen. Op zich hoefde dat natuurlijk niet. Kon ook in één keer naar 98. Maar blijkbaar ook een soort van bijgeloof. Dat het dan helemaal goed kwam. Dat ik dan alles erop had staan. Zodat die ook grafisch heel mooi werd. En de nieuwste snufjes, de beste drivers voor mijn hardware kwamen er dan op te staan. En dan kon ik eindelijk internetten. Daar was ik soms heel lang mee bezig. Als de kleine modempje, dat echt een modem was. Hè, dat maakte ook echt zo geluid van ten, ten, ten. En dan herkende hij, oh kijk, nou zit ik er bijna op. En als ik dan geduld had, dan kreeg ik de site van een of andere muziekzender te zien. En dan wist ik van, oké, nu kan ik gaan googelen. Ja, googelen zeg ik. De googelmachine was er toen nog niet eens. Er waren toen andere schunnige browsers. Zodra je een typfoutje maakt, kreeg je hele rare resultaten. En heel veel rare reclames eromheen die je niet graag wilt hebben. Maar goed, het was toen. Voor de tijd van Google, zullen we zeggen. Nou, Cosex natuurlijk, een spelletje voor mij erop zetten. En er bijna mijn huwelijk mee verpest. Maar ach, ja, het is allemaal weer goed gekomen. Inmiddels ben ik meer met Python bezig dan met games. Misschien heel saai, maar dat past misschien beter bij me. Nou, en natuurlijk de nieuwste browser moest erop. Explorer 2.0, hè, dat staat er normaal gesproken standaard natuurlijk al op. Of je probeert eens een keer een andere browser om te kunnen internetten. Ja, natuurlijk de applicaties nodig die je nodig had voor je school, als je aan het studeren was. En zoals het Office pakket, dat had je toen ook al. Nou ja, goed. Als dat eindelijk allemaal functioneerde, was ik vaak 2 dagen verder. Hè. Daar zou je nu niet meer aan denken. Nou, zo ging het toen. Nou, eventjes het programma voor vandaag. Wat gaan we allemaal bij langs? Nou, we gaan praten natuurlijk over de soorten besturingssystemen. CLI versus GUI, dat wil zeggen command line interface, commandootjes intypen. Versus klikken met je muis op een prachtig grafische interface, als die maar mooi is. Het bootproces, daar gaan we natuurlijk naar kijken. Je denkt natuurlijk dat zo'n besturingssysteem er zomaar op ploept, hè, zoals bij je smartphone het lijkt. Maar op de achtergrond moet jouw besturingssysteem ingeladen worden op een veilige manier, zonder dat allerlei rotzooi meekomt. Nou, daar is UEFI voor bedoeld. We gaan ook kijken, wat bedoelen ze nou precies met de term kernel? Is dat nou hetzelfde als OS of niet? We gaan ook even kort kijken naar Sandbox. Hè, zowel bij Android als bij Windows. Natuurlijk heb je hem ook wel voor andere besturingssystemen. Maar Sandbox is niks anders dan bewijs van spreken. Dat je een applicatie test in een speciale veilig plekje op je computer zonder dat de boel ontploft. Hè, zoals bij echte bommen doen, dat ze het in het zand begraven. En dan moedwillig gaan aflaten gaan. Zonder dat de wijk daar schade van heeft waar die in gevonden is. Nou, Windows 10 even kort. Wil niet zeggen dat Windows het enige is waar we over gaan praten. Ook tijdens deze cursus kom ik veel Linux tegen. Ook die mensen komen aan boord. En voor de mensen met een Apple machine heb ik al vorige keer ook gezegd. Er is misschien wel even wat meer flexibiliteit van jullie nodig. Maar ook jullie kunnen prima de opdrachten volgens mij uitvoeren. En we gaan natuurlijk hebben als laatste over virtualization. Virtualiseren. En dan versus containers. Wat is nou het verschil? Wat is een container? Wat is nou een Docker? Ik heb er ook niet overal verstand van. Maar ik ga jullie wel proberen wat basics te vertellen. Waardoor je wat misschien zin krijgt om je daarin verder te gaan verdiepen. Of je nou een NSA bent of een SA'er of je bent een Bitumer. Dit zijn wel de onderwerpen die je echt nodig hebt om te kunnen werken in de ICT. Nou, eerst even een makkelijk dingetje. Er zijn natuurlijk allerlei soorten besturingssystemen. We hebben het al over gesproken. Windows, Linux, Apple, Google heeft er een paar, zoals je ziet. Maar er zijn ook industriële besturingssystemen. Nou, je ziet hiernaast een plaatje van, nou, stel nou dat je nou een nieuwe laptop koopt. Op wat voor basis zou je nou moeten kiezen? Nou, ik zou zeggen volg maar het verhaal. Voor een deel ben ik het daar wel mee eens. Maar goed, het is ook maar een grapje, hè, wat ik van een collega kreeg.
Probeer ook te realiseren dat er ook heel veel andere besturingssystemen zijn waarbij je straks in het werkveld misschien wel mee in aanraking komt. Ja, bijvoorbeeld Cisco besturingssystemen, waarbij we zeker in de volgende sessies, maar ook de volgende weken met practicum mee aan de slag gaan. Dan zul je zien dat het ook een beetje anders is. Ook daar laat ik straks nog wel plaatjes van zien. Basics, ja, is natuurlijk al heel oud. In theorie zou je natuurlijk ook met Python bij spreken een helemaal nieuw besturingssysteem kunnen maken. Maar ja, dat is wel heel veel werk. Maar goed, dan heb je een beetje een beeld. Goed, hier ga ik kort over wezen. Mobile phones, ik heb gewoon wat statistieken even erbij gepakt. Ze zijn niet helemaal up-to-date, maar op zich is er niet zo heel veel veranderd. Natuurlijk, als het gaat om smartphones, dan zie je dat het misschien in 2012 nog een beetje spannend was. Maar in 2020 is het toch allemaal Android of, nou zeg het maar, iOS. Alleen nog een klein i'tje van Apple. De iPhones. En veel anders is er eigenlijk niet. En als jullie wel veel iets anders merken wat in de opkomst is, stuur mij alsjeblieft via mail daar wat informatie over. Dan kan ik dat gebruiken. Nou, ook een wat oudere statistiek, ja, onder het jaar 2019 is over desktops. Desktops zien we natuurlijk steeds minder. Dat lijkt een beetje op zo'n kloon die ik jullie net liet zien van mijn eigen jeugd. Nou, zo zijn er nog wel bedrijven die wat modernere desktop PC's hebben. Die zijn gewoon vaste computers. En daar zit meestal Windows op, hè, voor het kantoorgebruik of voor thuisgebruik. Het is meestal allemaal Windows. Je kan iemand wel allemaal Linux meegeven. Hebben ze ook wel eens een tijdje geprobeerd. Maar dan kwamen mensen toch weer terug. Of die probeerden toch illegaal Windows daar weer in te installeren. Allemaal ellende. Dus vandaar de meeste thuisgebruikers. Die geen Apple machine kopen of een MacBook. Dat die natuurlijk een Windows systeem standaard bij willen hebben. Ja, krijgen is het natuurlijk niet. Want je betaalt er gewoon voor. Nou, misschien iets wat minder bekend. Voor de webservers. Waar worden die nou doorgedraaid? We gaan het trouwens niet allemaal belangs. Dan zie je dat er gewoon heel veel Linux bij komt kijken. Niet alleen IIS van Windows. Maar je ziet Apache. We zien Nginx. Allemaal van Linux dus. Dus om webserver gaat, is Linux weer heel populair. Nou, dan heb je daar een beetje een beeld van. Gaan we eens even praten over wat is nou het verschil tussen een grafische en een command line interface. Zoals je hiernaast ziet, zie je een Apple machine, die kan het allebei natuurlijk. Waar zitten we nou op? Is het nou een GUI of is het nou CLI? Dit is een hele duidelijke CLI. Je kunt dus commando's gebruiken, net als in Linux, om bijvoorbeeld iets te installeren, zoals dat hier gebeurt. Maar je kan ook gewoon kijken van wat is er nou aan de hand? Waar zit nou wat geïnstalleerd? Hoeveel procent van de microprocessor heb ik nog in de hand? En nou je het daar toch over hebt, ja, dan zul je toch zien dat de juist grafische programma's daar juist jou meer in kunnen helpen. Als je gewoon wil weten van nou, hoe vol is mijn geheugen? Of hoeveel rekenkracht heb ik nog beschikbaar? Dus resources. Dan kun je toch een beter overschakelen op een GUI waarbij je dat in één keer kunt zien. En dan kun je ook de veranderingen sneller zien. Als je iedere keer het commando moet intypen van, oh, hij gaat nou 10%, oh, nou is het weer 50, nou, oh, nu is het weer 40. Dan heb je liever een grafiekje in een GUI. Nou, dat zegt er al een beetje. Een GUI is dus een grafische user interface, waarbij je vaak met de muis dingen kunt doen. Een GUI eist wel meer resources. Maar probeer maar eens bijvoorbeeld op je smartphone alles met tekst te doen. Zoals je WhatsApp allerlei commandotjes of boodschapjes intypt. Nou, stel dat je dat met alles zou moeten doen. Wat eigenlijk nog een tussenoplossing is, is misschien wel dat je het kan inspreken bij een telefoon. Ja, met Google Assistant kun je ook leuke dingetjes doen. Maar eigenlijk is dat een beetje een tussenvorm die toch wel vaak grafisch getoond wordt. Maar goed, dan heb je een beetje een beeld. CLI zijn wel wat flexibeler. Je hebt ook het idee dat je direct doordringt tot het besturingssysteem. Dus vandaar dat de CLI zeker bij Linux gevallen heel populair is. Apple, waar ik al gezegd, die doen het gewoon allebei. Windows gaat ook steeds meer de richting in van met PowerShell naar CLI. Als je PowerShell eraf zou slopen, dan zijn er toch bepaalde dingen die je dan niet meer goed zou kunnen. En alles via grafische vinkjes met vierkantjes die je wel of niet moet aanklikken, kan ook ingewikkeld worden. Als de geneste structuur is.
In zo'n geval ben je misschien ook liever met commando's bezig. Maar goed, het hangt helemaal van de toepassing dus af. Linux is daar ook wel populair. Hackers, die kunnen dan toch allerlei manipulatie inschakelen. Dus dat je een programmaatje opstart en je kunt wat opties meegeven. In plaats van dat je het eerst moet opstarten en daarna de opties allemaal moet gaan uitzoeken via menu'tjes en uitvouwschermpjes en een vinkje die wel of niet aanstaat. Ja, dan is een commando weer heel erg handig, hè? Goed. Maar ja, goed, je zal niet zo gauw een Linux-machine overdragen aan bijvoorbeeld een iemand die alleen maar met Word aan de slag moet. Zelfs het Word een keer uitschakelt per ongeluk, ja, hoe moet hij hem dan weer aanzetten? Maar goed, we hebben het nu over bijvoorbeeld CLI. Kun je daar nou je brood mee verdienen? Nou, zeker. Als je kijkt ten aanzien van Python, ten aanzien van Java programmeren, dan zie je dat PowerShell in de praktijk ook behoorlijk gewaardeerd wordt. Dus voor mensen die voor het grote geld gaan, zou ik zeggen van verdiep je in PowerShell. Zo en zo is dat gewoon hele goede kennis die we ook weer gebruiken bij de NSE-opleiding. Maar ook voor de andere mensen die dus zeker weten, ik ga een andere opleiding doen. Zou ik zeggen, schaadt het niet, dan baat het niet. En in dit geval zal het heel veel voordeel opleveren als je al wat weet via PowerShell. Hoe je dingen kunt instellen. Dan kun je natuurlijk veel beter je machine bedienen dan alleen maar via grafische mogelijkheden. Nou, makkelijker. Wat is nou het verschil tussen open source en gesloten source? Nou, dat bestaat niet. Maar open source bestaat wel. Open source wil eigenlijk zeggen dat de fabrikant of degene die het bedacht hebben jou de mogelijkheid geeft om mee te laten denken en ook wat insight informatie te kunnen verzamelen over zo'n besturingssysteem. Dat je ook mee kunt programmeren. Dat zie je niet bij een Windows of een Apple machine vaak. Hè. Je kunt wel allerlei commandootjes doen en natuurlijk je kan een heleboel, maar er zomaar even een foutje uithalen en wat nieuws erop zetten, dat is best wel lastig. Dus dat is niet open source. Open source is vaak een Linux systeem waarbij je kunt zeggen, nou die applicatie doe ik er wel en doe ik er niet op. Vervolgens kun je met die applicaties allerlei dingen manipuleren vanuit de CLI enzovoort. En ook natuurlijk je Android machine. Je kunt er zoveel installeren als je wilt, maar gelukkig zit daar ook wel een stukje beveiliging op. Hè. Daar gaan we het straks wel even over hebben. Want anders zou elke applicatie die wat leuk klinkt, maar eigenlijk malware is, die zou dan zo bij de resources kunnen komen. Nou, we hadden het al een beetje over de taken van een besturingssysteem. Ik zie hem graag als een mediator, dat wil zeggen een onderhandelaar tussen de gebruikers en de hardware. Jij wil iets. Nou, denk maar weer terug aan die Android machine, waarbij je gewoon zegt van, nou weet je wat, ik spreek gewoon in. Zoek voor mij uit een restaurant in de buurt. Nou, dan kan best zijn dat de Google dat snapt en dat die dan met suggesties komt. En die suggesties moeten natuurlijk wel ergens op een schermpje terechtkomen, anders heb je er niks aan. Als hij dat alleen maar voor zich houdt of het heel onduidelijk gaat uitspreken via de speakers, dan kun je het niet verstaan. Dus die hardware en die software, daar moet iets tussenin zitten. En dat noemen we dan het besturingssysteem toe. Je mag hem ook zien als magazijnmeester. Hij gaat over de resources. Je krijgt niet zomaar even een stukje rekenkracht. Je krijgt niet zomaar een stukje geheugen van de operating system. Daar moet je wel entitled toe zijn. Dus dat wil zeggen dat je dat ook mag. Besturingssysteem moet de hardware optimaal benutten. Ja, dus op het moment dat je meerdere dingen bijvoorbeeld gelijk doet en multitasking, dan is het wel heel handig dat zo'n besturingssysteem weet hoeveel resources die moet geven aan elke applicatie of aan elk stukje hardware die je gebruikt. Moet ook bescherming bieden tegen de boze buitenwereld, zoals ik dat noem. En dat geldt natuurlijk vooral voor besturingssysteem op laptops en smartphones. De data veilig kunnen opslaan. Ja, als het allemaal clear text is en het is niet te encrypten en weet ik veel wat, geen wachtwoorden erbij hoeft te halen en iedereen kan van buiten al op jouw machine komen, hebben we een groot probleem. Conflicten hanteren, dus twee applicaties willen bijvoorbeeld bij de geluidskaart komen. Nou, dan kan hij natuurlijk allebei laten sturen. Hij kan ook proberen het conflict op te lossen. Of een bepaald stukje in het geheugen wordt door twee stukjes hardware begeerd. Nou, dan moet hij een oplossing brengen van jij mag eerst en daarna mag een ander.
Wat hij soms wel doet, en dat merk je wel eens aan wat slechtere laptops, slechtere OS'en, is dat hij dan zegt van nou, ik heb te weinig resources, weet je wat, ik ga het scherm maar uitsturen. Want je hebt niks gezegd over het scherm, geen prioriteit eraan gegeven, niet zoveel in ieder geval. Dan gooi ik het scherm maar even eruit en dan kun jij wel gewoon met al je applicaties aan de slag. Ja, maar dan kan ik het toch niet zien, OS. Ja, ja, jammer. Dus dat gebeurt ook. Applicaties toegang geven tot de resources. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. En zoals mijn collega Jos Bredik altijd zegt, het is ook een boekhouder. Dus hij houdt bij welke applicatie, welk stukje hardware gebruikt nou welke resources waar. Dus welk stukje geheugen. Je hebt virtueel geheugen, je hebt werkgeheugen. Dat heeft allemaal een adres. Dat gaan we later in het tweede jaar nog eens specifieker naar kijken. Maar dat is eigenlijk de boekhoudfunctie van een OS. Nou, wat we vooral belangrijk vinden en vonden, hè, dat was ook de reden waarom ik zo hard aan de slag ging met zo'n goede OS, was dat we kunnen gamen of leuke dingen kunnen doen. Dat we met elkaar kunnen praten, dat we elkaar kunnen zien, dat de videokaart het doet. Dat we geluid kunnen afspelen, dat we YouTube kunnen bekijken of weet ik veel wat voor leuke dingen we kunnen doen. Maar ook de performance, hè, hoe je het ziet, is natuurlijk ook belangrijk. De manier waarop je naar deze PowerPoint kijkt. Ja, is voor jou ook belangrijk als het allemaal heel storend klinkt of mijn beeld is slecht of jouw beeld is slecht. Nou, dan kun je wel voorstellen dat het dan heel vervelend wordt. We gebruiken natuurlijk ook een OS, daar gaan we het later over hebben, voor een testomgeving. Ja, ook dat is natuurlijk van belang om voordat we bij de klant zeggen, nou, we hebben een app gemaakt. We weten zeker dat hij het doet. En we zetten hem niet meteen in het netwerk van de klant. We gaan hem eerst gewoon eens testen in een testomgeving. Goed. Nou, voor de mensen die een smartphone hebben. Die kennen Android 10 natuurlijk waarschijnlijk wel. Die zitten misschien al te wachten op al deze extra functies waar we het net allemaal over hadden. Hè. De leukere dingen op van een besturingssysteem richting de gebruiker. Ga ze niet allemaal belangs. Live captions, smart reply, sound amplifier enzovoort. Ga ze ook niet allemaal toelichten. Je kan ze gewoon allemaal opzoeken. Maar het komt er natuurlijk op neer dat het voor de gebruiker makkelijk is. En sommige functies zullen inderdaad ook makkelijker blijken te zijn. En andere functies zullen misschien vervelend achteraf blijken te zijn. Maar ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld sound amplifier. Dat je het geluid beter kunt horen. En dat er storingsfactoren even weggefilterd worden. Dat het best heel goed zou kunnen werken, dat soort dingen. Dan zou ik misschien ook weer een nieuwe smartphone nemen met dit soort dingen er allemaal op. Goed, maar kijk er maar rustig naar. Weer terug naar de basics. OS is de baas. Waarover is hij dan de baas? Nou, hij is niet de baas over de users. De users doen waar ze zin in hebben. Maar hij is de baas over de resources, nogmaals. Dus hij gaat over het RAM-geheugen, over de microprocessor, rekentijd. Hij gaat dus ook over eventueel interrupts, dat wil zeggen een muis die ik beweeg wil aandacht en wil dat iets op het scherm gebeurt. Nou, dan moet die OS kiezen van wat laat hij zien op het scherm. Hij gaat natuurlijk ook kijken van wat moet er nou precies doorgestuurd worden naar de videokaart of naar de geluidskaart, dat soort dingetjes. Dus daar gaat hij allemaal over. Dus ook de applicaties kunnen niet rechtstreeks zomaar bij de hardware komen. Dat kan alleen maar via het operating system. Nou, je ziet hier ook heel mooi het verschil tussen randapparatuur, disk bijvoorbeeld, muis, keyboard, printer, monitor. Een beetje ouderwetse plaatjes, maar ik denk dat je er wel een plaatje bij hebt. Daar zit weer een controller tussen. En die controller die kan dus communiceren met jouw OS. Daarom moet je ook de juiste drivers hebben. Daar heb je nu niet zo heel veel last van tegenwoordig. Als we een verkeerde driver hebben, dan wordt die automatisch vaak gedownload of geüpdate via internet. Maar in de begintijd heb ik heel vaak wel eens een keer een nieuwe driver moeten installeren. Of eigenlijk een apparaat niet kunnen gebruiken omdat ik daar geen driver voor kon vinden. Nou, dat wil niet zeggen dat het nu niet meer kan, dit soort dingen. Maar... each device controller is in charge of a specific type of device. Ja, dus de controller die ertussen zit, die gaat bijvoorbeeld over de muis. Zodat die, of eventueel over de USB. Via de USB kun je allerlei dingen aansluiten. Dan moet het wel duidelijk zijn wat voor apparaat het is en hoe we daarmee communiceren. Dan heb je een disk controller ervoor nodig of een USB controller in dit geval.
En die zorgt ervoor dat al die apparaten om de beurt wat kunnen doen met mijn laptop in dit geval. Dus een CPU en de device controllers can execute tegelijkertijd computing voor memory cycles. Hè. Dus iedere keer komt er weer zo'n cyclus voorbij, dan kun je wat doen. En ja, ze vechten om aandacht natuurlijk van die microprocessor. Mag ik nu wat doen? Ja. En dan, ja, maar ik was eerst. Nou oké, dan mag jij eerst. Enzovoort. Het is net als bij de bakker, bij wijze van spreken. Goed. Weer even terugkomend. Wat hebben we tot nu toe over gehad? Nou, operating systemen, zou je kunnen zeggen, coördineren. Ja, dat elk programma, elke app krijgt wat hij nodig heeft. Opmerking daarbij, niet alleen applicaties, maar ook drivers van randapparaten, hebben we net zagen, hebben resources, aandacht nodig van het besturingssysteem. Nou, als je daar meer over wil weten, heb ik daar ook een URL bij geplaatst, een bron. Goed, maar we gaan even terug naar het begin. Hè. Stel dat jij je laptop voor het eerst aanzet, wat gebeurt er dan? Nou, soms kun je een knopje drukken, F5 of F1 of F10, weet ik veel wat. Dan kom je in één keer in zo'n heel vreemd bioscherm. Meest van jullie zullen dat misschien niet meer hebben, dat die in één keer doorloopt. Of dat je daar een wachtwoord voor moet gebruiken, en het wachtwoord weet je niet meer. Maar daar kun je dus de basics instelling van de manier waarop jouw laptop gaat opstarten, kun je dus beïnvloeden. Je kan zeggen van nou, je moet eerst via USB kijken of ik daar een besturingssysteem heb staan. Je mag dit of dat niet gebruiken, je mag geen versnelling gebruiken of weet ik veel wat voor dingen je allemaal niet hardwarematig een beetje fijn kunt tunen. Nou, dat kun je dus in de BIOS instelling. En dat is eigenlijk een beetje ouderwets. En dat bestaat al, denk ik, sinds 1970, 1980, dat je als BIOS systemen had. En ook ik had in mijn eerste computertjes wel eens, ja, dat ik erbij moest. Maar dan, dat waren niet de moments of glory, om het maar zo te zeggen. Ja, hier staat het, hè. IBM was er een voorloper van. Ja, die begon met BIOS-systemen en Windows-systemen, hè, die werkten toen nog samen, dat heb ik jullie wel verteld. Op een gegeven moment in 1981, hè, dat Microsoft en IBM samenwerkten met clones, waar Windows op stond, en dus die BIOS, die ze zelf ontworpen hadden. Bootproces, ja, legacy, dat is eigenlijk de ouderwetse manier. CRUB, zo noem je bij Linux, en die hebben eigenlijk een paar taken. Op de eerste plaats moeten ze natuurlijk ja, opstarten vanuit een soort van ROM-geheugen. Dus er is natuurlijk altijd een cyclus die eigenlijk wel vaststaat, maar binnen die cyclus kun je wat, heb je wat opties, wat je net zag bij de BIOS, wat je in kunt stellen. Nou, dan wordt er een POST-test gedaan, een Power-on-Self-test. Dat wil zeggen van, ja, is die hardware die erin zit, is die nog wel lekker? Dus ik heb al vroeger wel eens een keer zelf een stukje RAM-geheugen in mijn computer geplaatst en een beetje scheef ingezet, niet helemaal goed de connecties gemaakt. Nou ja, toen kregen we een paar rooksignalen. Nou, dan krijg je ook die piepjes van de POST-test. Van dat RAM-geheugen, dat is niet meer te gebruiken. Het wordt nog ernstiger als natuurlijk een microprocessor niet meer te gebruiken is. Dan krijgen we een andere Morse-code, krijg je vaak, hè, die piepjes. Daar lijkt het vaak, of dat is het niet alleen, dat is het ook gewoon. Morse-codes die hoort. Dan kun je opzoeken van een van de fabrikant en dan kun je kijken welk stukje hardware is er nou kapot, moet vervangen worden. Kan ook een videokaart zijn. Dan houdt het ook een beetje op. Hè. Het zijn vaak natuurlijk de meest essentiële hardware. Als je muis het niet doet, nou ja, dat is niet zo heel erg. Keyboard waarschijnlijk wel. Nou, vervolgens, en dat is wel de belangrijkste taak, het lokaliseren van het besturingssysteem. Dus er gebeurt eigenlijk nog niks op zo'n laptop. Maar pas als je het besturingssysteem kan vinden en kan inladen, ja, dan kunnen we pas wat doen met een computer of een smartphone. Het inladen van het besturingssysteem moet gebeuren. We zullen dat ook zien bij Cisco apparatuur, bij het practicum, hoe dat nou, aan zijn gang gaat. Als je een apparaat echt voor het eerst net pakt, die zet het neer, dan zie je ook inderdaad die de OS aan het uitpakken is. En dat hij daarna pas aangeeft na een heel verhaal, hè, waar dit hele bootproces uitgevoerd wordt. Wordt ook wel eens bootstrap genoemd. Nou ja, dat je eindelijk denkt, oh, nu kunnen we aan de slag. Nu is blijkbaar het besturingssysteem in het werkgeheugen gezet. En dat is eigenlijk het running gedeelte. En dan vervolgens kan ook een configuratiefile zijn die zegt van nou,
Als je opstaat, denk dan even hierom. We hebben dit IP-adres, die moet staat vast. Met name bij een Cisco router is dat zo. Bij een switch kan het zijn bijvoorbeeld die poorten, die moeten van tevoren gesloten zijn. Die mogen niet gebruikt worden of die poort mag alleen maar gebruikt worden voor de printer. Nou, dat soort dingetjes kun je allemaal in de configuratiefile al neerzetten bij het inladen van het besturingssysteem. Nou ja, de term master boot record komt dan weer terug. Dat is nog een beetje van yesterday en hopelijk hoef je daar zelf niet meer mee aan de slag. Dus ik zal er niet te veel over zeggen. Nou, we hadden het net over Cisco. Cisco IOS, dat betekent Internet Operating System. Zit alle apparatuur van Cisco altijd aan het internet? Nee, heel weinig eigenlijk, maar toch vonden ze wel die naam leuk. Je ziet hier ook zo'n opstartschermpje. En het begint ook inderdaad bij een bootstrap. Dus die bootstrap die gaat de POST testen, Power on Self test. Dan moet hij ook weten of zijn ROM-geheugen goed is, maar ook het RAM-geheugen moet goed zijn. De microprocessor moet natuurlijk goed zijn. Het zit er ook allemaal in zo'n Cisco routertje, wat je op het plaatje ziet staan. Dat is een 1900-serie router, die heb ik zelf hier ook staan. Nou ja, daar kun je natuurlijk allerlei dingen mee instellen die handig zijn voor het netwerk. Ook een firewall functies, DSCP en weet ik veel wat voor dingen. Maar die moet ook een IP-adres hebben. Nou, die kun je van tevoren instellen. Maar als je kijkt nu naar het plaatje, dan zie je er staan router 0. Dan zie je de system bootstrap, kun je daaronder lezen, versie 15.1. En dan zie je dat hij de program load complete hebt in het midden, entry point. Hè, waar zet hij hem precies in het geheugen? Dus nu gaat hij hem inladen. Dus hij moet eigenlijk de OS zien te vinden en dan gaat hij hem inladen in het werkgeheugen. Een bepaald adres zet hij erbij. En als dat pas gelukt is, dan gaat eigenlijk de machine opstarten. Dan kun je praten van opstarten. Als je nog nooit wat ingesteld hebt, dan zie je de onderste zin. Would you like to enter the initial configuration dialog? Oftewel, er is geen configuratiefile. Dan kun je zeggen ja, doe ik eerst maar even. Of je kunt zeggen nee, ik ga eerst even zelf wat aan de slag. Anders krijgen we van die standaardvragen met zo'n dialog waar ik het antwoord misschien nog niet op weet. Dus voor practicum zou ik zeggen nee, doe het maar even niet. Maar als je veel verstand hebt van Cisco apparatuur, kan het wel. Nou, gaan we weer terug naar het plaatje aan de linkerkant. Waar haalt hij nou het besturingssysteem vandaan? Nou, dat kan hij op verschillende manieren vinden. Hij kan op het flashgeheugen, een soort van, ja, net als wat je bij een memory stick hebt natuurlijk, en tegenwoordig bij hardschrijven, zijn ook vaak flash, hè, SSD. Of hij zoekt het op het netwerk via TFTP-server. En als dat niet lukt, is er bij een Cisco router altijd nog een soort ROM-gedeelte, waarbij je nou, hele simpele handelingen kunt uitvoeren, zodat je hem weer kunt herstellen. Bijvoorbeeld om een besturingssysteem op de juiste plek te zetten. Je kunt er niet een netwerk mee gaan draaien met ROM. Goed, als dat gelukt is, we hebben dus de iOS gevonden, het besturingssysteem. Dan kijkt u nog even naar de NVRAM. Dat is een soort van RAM-geheugen, non-volatile RAM. Die zorgt ervoor dat die configuratiefile wordt gelezen. Stel daar belangrijke dingen in staan van wachtwoord of IP-adressen. Dan wordt het tijdens het opstarten en het inladen van de iOS wordt het meegenomen. En dan pas kan de gebruiker, de user van de buitenkant via CLI, proberen iets in te stellen op die Cisco router als dat nodig is. Als hij het wachtwoord niet weet, houd het op. Goed, dus dat is een beetje hoe de bootstrap werkt bij Cisco. Goed, nog even verder met de Cisco iOS bootproces. Je kunt je natuurlijk afvragen, hè, we hebben net gezien bij een laptop hoe het opstartproces, zeg maar, het bootproces kunnen beïnvloeden van tevoren met een bioscherm, waarbij je parameters en instellingen kunt aanpassen. Bij Cisco gaat het niet, er is niet echt een grafische interface direct beschikbaar. We moeten alles via de CLI doen, hè? Via command line interface commando's. Hoe kun je dan toch het opstartproces beïnvloeden? Nou, dat is mogelijk via een code in het configuratieregister. Dus de waardes 1 en 0 aan te passen. Nou, dan zien we daar de hexadecimale code staan van 0 keer 21. 02 of 0 keer 2100, 0 keer 2101 en 0 keer 2142. Nou, die codes kun je gebruiken, die kun je beïnvloeden. Sorry. Die kun je dus in het
register veranderen, waardoor tijdens een cyclus, zo mag je dat best wel vernoemen, van het boekproces, wordt er gekeken van wat staat in het configuratieregister. Staat er 2142 bijvoorbeeld, dan betekent dat de startup config, zeg maar de config die je van tevoren met IP-adressen, met wachtwoorden, had ingesteld, genegeerd wordt. Dus het apparaat wordt wel opgestart, maar de configuratiefile die erbij zat, die wordt niet meegenomen. Op die manier kun je een password recovery uitvoeren. Je kunt ook andere dingen doen. Dus je kan ook zeggen van nee, we gaan weer terug naar 2100. We moeten even in de ROM-mode moeten we een nieuwe iOS op het apparaat zetten. Nieuw besturingssysteem. Nou, in zo'n geval kun je dus een andere code intypen. En op die manier kun je toch het bootproces behoorlijk beïnvloeden. Ja, je kan het ook helemaal fout doen. Dus zodat het apparaat nooit meer goed gaat opstarten. Je ziet hieronder ook de commando staan. Stel je bent in de router gekomen. Netjes volgens proces. Nou ja, dan kun je met via config-t, config-terminal, kun je dus de config-register ook aanpassen. Maar in geval van nood kun je het ook met een breakcode tijdens opstarten kun je het ook gebruiken. Stel dat je het wachtwoord kwijt bent. Nou, het plaatje ernaast. Zie je dus waar zit alles. Nou, natuurlijk, Bootstrap zit in het ROM-geheugen. De iOS-besturingssysteem kan op drie plekken zich bevinden. Flash, DFTP op het netwerk, op een server of ook weer ROM. Maar dat stelt niet veel voor, hè. Dat heb ik jullie wel uitgelegd net. Het configuratieregister zit eigenlijk op, nou het staat hier drie plekken, maar je kunt ook zeggen vier. Want op de eerste plaats is er een soort van geheugen die altijd aan is met een soort van batterijtje, dat heet non-volatile RAM. Dus dat wil zeggen, op het moment dat je het apparaat uitdoet, dan blijft alles wat daar staat bewaard. Dus dat is een goede plek natuurlijk voor het configuratiefile. Nou, vervolgens kun je ook zeggen van nee, we doen het ook weer centraal via een TFTP-server. Dus dan halen we het van een server af via het netwerk. Dat heeft weer als voordeel dat jij in één keer 20 routers, 20 switches in één keer kan updaten, beïnvloeden, een nieuw commando erop kan zetten. Nou, de console wordt hierover gesproken. Nou, eigenlijk is dat de running mode. Dus op het moment dat je op de console zit, hè, wat we hiernaast ook zagen met router, hekje, config-t, router tussen haakjes, config enzovoort. Hè, dan ben je dus in de console bezig via CLI. Met commando's aan het inbrengen op het apparaat. Nou, op die manier kun je hem ook configureren. Nou goed, dat geeft een beetje een beeld van hoe een Cisco OS werkt. Nou, hoe zit het dan bij Windows 10? Nou, ietsje ingewikkelder. Nou, natuurlijk, ook daar heb je de power on self test. Het device powered on. Firmware bootloaders. Dus dan wordt gekeken van, vanuit de fabrikant. Wat voor drivers heb je minimaal nodig om in ieder geval het scherm iets mee te doen. En om het toetsenbord aan te sturen, anders zou je als gebruiker direct niks kunnen tijdens het bootproces. Vervolgens zien we daar staan dat we met UEFI te maken hebben, het grijze gedeelte. UEFI staat voor Unified Extensible Firmware Interface. Dat heeft niks met Windows te maken. Dat zijn gewoon, Windows heeft er wel aan meegewerkt, maar heel veel fabrikanten bij elkaar hebben bedacht van nou, we moeten dit bootproces gaan verbeteren, beveiligen. Nou, ook dus in Windows 10 heeft men ervoor gekozen. Nou, dan zie je staan UEM UEFI applications. Dus dat zijn fabrikant afhankelijke. Dus als je zeg maar, je hebt een HP laptop of je hebt bij wijze van spreken een Lenovo. Dan heb je daar andere drivers en andere stukjes software zitten dan bij wijze van spreken als je een HP laptop zou hebben. Een ander van een ander merk dus. Dat betekent ook dat ze hun eigen hardware willen beschermen. Dat er geen gekke dingen mee gebeuren. Want ook tijdens het booten kan al heel wat dingen misgaan. Nou, op een gegeven moment heeft natuurlijk ook dit bootproces als belangrijkste functie. Nou, het vinden van het besturingssysteem opsporen. Die staat normaal gesproken op de harde schijf ergens in een of andere partitie. Nou, dat zal dan wel een Windows gebeuren zijn. Windows 10 besturingssysteem. Die moet ingeladen worden in het RAM-geheugen.
Dus vandaar dat RAM-geheugen natuurlijk ook behoorlijk veel invloed heeft op het opstartproces, hoe snel dat kan gaan. Nou, UEFI kom ik zo nog even op terug. Nou, dat is ongeveer hetzelfde verhaal. Ik ga er niet te veel aan toevoegen. Ja, je kan ook bij Windows kun je dus ook een configuratiefile toevoegen. Jij ziet het heel klein staan, links onderaan. Je kan het amper lezen. Maar in ieder geval, dat betekent ook dat natuurlijk het bootproces, stel je wil bepaalde applicaties direct aan hebben, of je wilt dat je muis op een bepaalde manier aangestuurd wordt, of je scherm, weet ik veel wat, instellingen die je graag wilt hebben, die kunnen dan direct meegegeven worden voor zowel de hardware als de software in het boot configuration file. Nou, einde blue screens. Nou, dat zou je... Dat is wel een beetje gebleken. Ik zei al, ik werk al heel lang met Windows. En ik heb al heel veel blue screens meegemaakt. Maar de laatste tijd, sinds ik met Windows 10 werk, kom ik dat heel weinig tegen. Eigenlijk niet. Na Windows 7 is dat wel een beetje afgelopen. Dus UEFI maakt ook het bootproces stabieler wat dat betreft. En die vangt ook allerlei dingen op. Nou, wat is UEFI? Unified Extensible Firmware Interface Forum. Het is dus een forum die dat bedacht heeft. Dus niet een of andere fabrikant. Die zeggen dat ze onafhankelijk zijn. Nou, daar gaan we dan maar even vanuit. We kunnen niet controleren. Ze willen het bootproces niet alleen maar sneller maken. Ook geschikt maken voor grotere harde schijven. En ook grotere partities. Dus ook grotere besturingssystemen die je dan kunt inladen. Ja, maar die waren natuurlijk ook aan het groeien. Denk aan een Windows Server systeem. En wat ook heel belangrijk is, UEFI staat er ook voor om het veiliger te maken. Dus dan gaan we even naar kijken hoe ze dat precies doen. Ik heb hier onderaan nog een paar linkjes staan. Die kun je nog even rustig thuis bekijken. Zou ik zeker doen. Dan zegt het je waarschijnlijk wat meer. Nou, eigenlijk, ik weet niet precies welk jaar dat begon, maar zeker sinds 2010 is UEFI al bezig. Hè. Dan heb je ook twee soorten manieren van boeten. Legacy, dat wil eigenlijk zeggen van, nou ja, het vroegere oude bekende BIOS-systeem, wat op zich wel redelijk functioneerde, maar niet veilig was en ook heel vervelend was met grote harde schijven. En de moderne via UEFI, wat we net gezien hebben bij Windows 10. Lees ik even wat eronder staat. Onder modern boot, de firmware enforce policy only starts signed OS loaders. Dat wil zeggen, een besturingssysteem wat niet herkend wordt, waar geen handtekening bij staat van de fabrikant. Je zult ook zien dat dat ook zo is met je smartphone, wordt niet ingeladen. Dus OS loaders enforces signature verified over Windows components, dus ook de verschillende Windows componenten wordt nagekeken van is er nou echt Windows. Hè? Gaat een beetje tegen het idee van open source in. Maar het maakt het voor heel veel gebruikers ook wel een stukje veiliger. Nou, en natuurlijk het resultaat is dat malware minder kans krijgt. Zou ik zeggen unable to change the boot process. Ja. Goed. Dat is even het algemene verhaal. Nu gaan we wat meer. Nog even één dingetje natuurlijk. Geen vreemde OS opstarten. Nou, je moet je ook voorstellen dat elk apparaat heeft tegenwoordig wel een USB-ingang. Of het nou een laptop is, maar ook een smartphone. Dat zou betekenen dat als jouw laptop of jouw smartphone direct zegt van hey, ik zie iets op de memories, ik zie een memory stick via USB en er zit een besturingssysteem op, die ga ik even opstarten voordat ik het echte systeem opstart. Ja, dan wordt hacken wel heel erg makkelijk van apparaten. Nee, want je moet je voorstellen dat je gewoon kunt booten via USB en een of andere memory stick. En vervolgens kan iemand zonder wachtwoorden, kan die jouw harde schijf gaan bekijken. Nou, daar moet je niet aan denken dat het kan. Dus vandaar dat bij moderne apparaten die via UEFI werken, dus ook smartphones, dat men zegt van nee, als ik het niet voor getekend heb als fabrikant, OEM, is dat hè, OEM. Dan doen we het niet. Goed. Nou, tweede beveiliging zien we ook bijvoorbeeld bij een Windows 10 machine.
dat je eerst moet kunnen inloggen. Je moet eerst maar even bewijzen dat je echt recht hebt om op die machine te komen. En dan pas kun je die UEFI-settings aanpassen. Want stel dat je die helemaal uit wil zetten of je wilt even wat minder veilig maken. Dan moet je daar wel de rechten toe hebben. Dan is het heel vervelend dat stel je gaat even weg bij je laptop en je vergeet te loggen. Dat iemand die UEFI-settings kan beïnvloeden. Of iemand weet via een of andere hacksessie op jouw machine te komen terwijl jij bezig bent. En die kan ook die UEFI-settings aanpassen zonder dat hij hoeft te bewijzen dat hij daar recht op heeft via inloggen. Hè, via een wachtwoord. Goed, dus dat is ook een beveiliging. En je ziet het ook, we kunnen op deze manier kunnen erheen. Als je naar een Windows systeem gaat, kun je kiezen voor UEFI settings. Nou, dan moet je na één keer wordt het even geverifieerd. Ben je echt wel de administrator? Enzovoort.